Zelfs een TomTom kent het niet. Die pakt de kaart er ook bij. Ja. Ja, Gerverskop, het is een buurtschap, staat hier. Het heeft maar 150 inwoners. We zijn op zoek naar werk. En dan kunnen we gewoon u helpen. Misschien met de dieren, dachten we. Maar dan zijn we wel ook op zoek naar een slaapplaats. Het is bij ons een beetje een hectische situatie. Daarom doe ik het even niet. Er zijn nog 149 mensen te gaan. Bent u de eigenaar? Is die er ook? Ik even aanbellen gewoon. Dankjewel. Dus misschien kunnen wij wat doen voor u. Je en dan mogen wij. Ik kan het allemaal helpen. Nou. Ja? Maar heeft u dan wat u over hebt, kom binnen. Maar heeft u dan een slaapplaats voor ons? Ja, heb ik. Hey, hoe kom je nou aan zo'n bijzonder huis? Ik kwam in contact met de eigenaar van het huisje. En dat was de oude machinist van de stoommachines die hier in het gemaal staan. En toen ik voor de eerste keer hier bij hem binnen was, toen heeft die man me alle ramen laten zien van binnenuit. En voor het raam gezet en gezegd van kijk, dit is net een schilderij. Vanuit de keuken over dit water, de andere kant over het andere kant van het water, de inlaat. En het zijn inderdaad net allemaal schilderijtjes. Dat is me altijd bijgebleven. Nou, we gaan het gras in orde maken. Dus we gaan het met zand mengen. En dan over het graslaag, de oude graslaag heen brengen. Denk je dat het goed is zo? Ja, weet ik niet. Is ja, zal ik hem voor de zekerheid nog even een keer goed erin rommelen? Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. Ik ben er best handig in hoor. Ja, ik zie nog geen resultaat, maar dat kan ik ook zo snel niet verwachten van je, denk ik. Zo. Oh, goed. Nou, heerlijk. Ik heb nog meer hoor, als jullie nog meer willen. Nou, het ziet er fantastisch uit. Daar ligt de polder, dat is laag. Ja. En het water moet dus omhoog gepompt worden. Dus dat is de inlaat van het water, dus de pomp die zuigt het water aan en het gaat aan die kant er weer uit. Ja, dit is de oude gebruiksaanwijzing. Alvorens de lucht uit de pomp gezogen te zuigen wordt. Maar dat is allemaal niet meer. Het is nu allemaal geautomatiseerd. We zijn niet de eigenaar, maar het terrein waar dit op staat is ook niet van ons. Dus het huisje staat op ons terrein en de schuren en de tuin is ons terrein. En verder de inlaat, het gemaal en de uitlaat, dat is van het waterschap. En ook iedere keer is weer bijzonder. Familie en vrienden komen heel vaak langs en iedere keer is het weer apart. Morgen gaan wij weer op pad naar een volgende slaapplaats. En aan jou de eer om een plekje voor ons uit te zoeken. Waar gaan we morgen heen? Over dit. Bijna. We gaan morgen naar Oukoop. Oukoop. En op naar... Oukoop. 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 Oukoop.